Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. En de vlog begint in Londen, waar ik ben met Sander. Zonder Olivia. Boehoe. Hoi Sander. Hoi schat. Hoi. Hoi vlog. En we zijn hier voor een zakelijke reis. Ik ga morgen een project schieten voor Heathrow, het vliegveld. En de deur gaat. Mijn Europese plug komt eraan. Of mijn Engelse conversion plug komt eraan. Dus ja. Hi. Thanks. Dus ik ga even maar krullen. Gaan we nu lunchen. En vanmiddag hebben we even vrij. Het is nu 1:00 middags. En ja. That's it. We zitten in het Me by Melia Hotel. Dit is onze kamer. En daar is de badkamer. Allemaal wit. En ik ga even mijn haar krullen. En dit is wat ik aan heb. Ik heb die nieuwe broek van ASOS aan. Die ik had laten zien. Die Ridley. En daar ben ik super blij mee. Mijn Gucci loafers. Het vest van Mom's Handmade. En mijn vintage Gucci shirt. En ik doe denk ik Louis Vuitton rugtas om. En dit is wat Sander aan heeft. Een streepshirt. Een rijtjesbroes. Een spijkerbroek van Koi volgens mij. En Prada schoenen. Hoe weet je dat? Dat weet ik, omdat ik alles weet. Mijn slow cooks, zo lekker. Oh my god. Wij zijn aan het lunchen in een superleuk restaurant. Dat heet Spring. En we vinden de muren hier heel gaaf. Die zijn een beetje linnen, lichtblauw linnen. Misschien voor ons bij ons thuis. En dit is ons eerste gerecht. Ja, een beetje Plaza Athenee. We hebben burrata en pasta als voorgerecht. En brood. Hey guys, good morning. Dit is echt een super random begin van een nieuwe vlog. Een nieuwe dag. Maar gisteren ben ik heel ziek geworden en ik kreeg buikgriep. Dus ik heb lekker de hele dag liggen kotsen in mijn hotelkamer. En nu ben ik al een paar uurtjes aan het shooten op Heathrow. Ik ben een blogpost aan het maken, een Instagram post voor ze. Want zij willen graag hun personal shopping lounge promoten. En het is echt super mooi. Dat is dus gratis. Als je op Heathrow bent, kan je hier gewoon gratis personal shopping doen. En het is echt zo mooi. Ik zal het heel snel filmen. Dit hadden ze allemaal voor mij geselecteerd. Deze items om aan te proberen. En dit is allemaal zo cute. Hoe dit eruit ziet. En hier kan je dan drankjes doen en eten. Hey guys. Het is een paar uur later en ik ben weer thuis in Amsterdam. En Olivia slaapt net. Tenminste, het is 9:00. En we hebben haar nog niet gezien. Dus morgenochtend heb ik zoveel zin in. Dan ga ik haar weer zien. Zo leuk. En het was heel leuk in Londen. Behalve dan dat ik buikgriep had. En we vandaag heel de dag zijn gaan shooten. Voor een heel leuk project. Dat volgende week op mijn blog online komt. En we hebben net eventjes salsa shop gehaald. Dat is wel lekker in Amsterdam. Alleen de guacamole was op. Dus dat is wel een heel verdrietig moment. Maar goed, dat hebben we gehaald, hè, Sunny? Vond je het leuk in Londen? Ja. Behalve dan dat ik zo moest overgeven vannacht. Nee, maar dan was ik er toch voor je? Ja, maar... Dat vind ik leuk, want dan kijk ik normaal gesproken als het een beetje zeikerig wijfige gedoe is, dan denk ik altijd, ja, oké, whatever, hormonen of... Weet je, een beetje lullig, maar... Je bent echt een lopend billboard, hè, met een cola trui en een McDonald's pet op. Dit is echt bizar, hè, dit logo overdag. Ja. Maar ik ben dan er wel heel graag op het moment dat het echt serieus... Dat ik echt ziek ben. Ja, als het gewoon alarmfase 8 is. Nou, het was vannacht wel... Nou, ik heb je wel eens zien spugen, maar dit was wel in een top 5 van de afgelopen 6 jaar was dit wel een... Ja, zat deze er wel in, zeg maar. Ja. Was niet leuk. Maar het werk ging goed. Ik was vanochtend op die shoot ook nog wel misselijk. Ik ben echt benieuwd naar hoe de foto's geworden zijn, maar... Als het online staat, dan laat ik het weten. Nou, wij gaan nu lekker een chippy eten. Zo lekker met je eigen huisje thuis te komen. I love it. Ik ben echt een huismuts. Maar goed. Ik ga naar Miami. En Sander gaat weer naar Miami. Hij gaat lekker Hongkong, Londen, Amsterdam, Londen, Londen, Amsterdam. Miami. Ja, maar dat is wel... ik was vandaag op Terminal 5. Toen dacht ik, ja. Ik denk... Oh ja, sorry. Terminal 5 is een onderdeel van Heathrow en... Ik vlieg heel veel met British Airways omdat ik dat een prettige maatschappij vind. Omdat ze naar heel veel plekken vliegen en niet zo heel duur zijn. Tenminste, in verhouding als je vanuit Amsterdam vliegt en je maakt een stop over daar. Dan kan je best wel goede deeltjes maken. En het is een beetje force of habit, want ik heb een jaartje Londen gewoon. Nou, lang verhaal. Maar ik liep daar rond en dacht ik, ja, ik heb misschien wel in de afgelopen 15 jaar 4 maanden doorgebracht op
London Heathrow met alle stopovers. In totaal? Ja. Niet dat je daar 4 maanden gewoond hebt? Nee, niet helemaal zie je. Je woont natuurlijk niet op een terminal. Ja, ik zie er echt belachelijk uit. Ja. Dit is echt oké. Ik ga een ander petje op doen. Ik doe nu een petje op met een Polaroid logo. Polaroid. Je wisselt het even om. Ja. Was ik al klaar met mijn verhaal? Zaterdag ben ik jarig, maar jullie kijken dit op zondag. En dan is het moederdag. En dan ben ik al jarig geweest. Maar goed. En ik ben er dus niet. En Sander is er niet met mijn verjaardag. Dus mijn jaren. Nee. Maar een aantal vriendinnen zijn er wel, gelukkig. Ik ga nu lekker eten en ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen, Olivia. Was je mama's tas aan het leeghalen alvast? Goedemorgen. Dat is mama's shock. Ga je die in mijn tas inpakken? Dankjewel. Heb ik alvast een shock in mijn tas voor vandaag? Oké, en ik heb me even snel aangekleed. En ik ga nu naar een teammeeting met iedereen die met bij ons werkt. Dus ja, dat gaan we doen. Dit heb ik aan. All black. Deze trui is van ASOS, van de mannen. Hij is heel erg oversized. Dat vind ik chill. En ik heb die zwarte Ridley aan en mijn Gucci lovers. En die meisje bij die zonnebril. Ik heb mezelf even gefascineerd na mijn pyjama ontbijtmeeting. En ik heb een pak van Guess aan. Die zal ik zo even in de spiegel laten zien. En ik heb nu 2 zakelijke afspraken. Vandaar dat ik me even heb opgemaakt. En het weer buiten is echt heel chill. En ik moet opschieten. Dus ja, ik ga naar het Waldorf Astoria. Dat is een heel mooi hotel. Daar ben ik nog nooit geweest, volgens mij. Nee, daar heb ik afspraken. Dus ik zie jullie zo. En ik heb heel veel pakketjes binnengekregen. Ga ik straks wel even unboxen als ik weer thuis ben, denk ik. Ja. Oké. En ik heb omgekleed in de stad. En ik ga nu pas terug naar huis. Want ik had dus die afspraken wat heel leuk was. En toen heb ik een blogpost gemaakt. Een week online. En het is echt raar weer. Kijk, al die blaadjes liggen overal hier. En nu ga ik naar huis. Dus weer omkleden. Sander bij Girasol. Gezellig bij Kay. En daar heb ik heel veel zin in. Super lekker eten. Oh, dat muurtje is trouwens daar. Dus het unboxen van pakketjes moet ik even laten op de avond. Dus kan ik ook. Oké, zie je zo. Ik ben in Girasol aangekomen. En het ziet er zo leuk uit hier. En we gaan weer hier eten. Dus ik zal even laten zien wat ik allemaal ga eten. Dit is echt zo lekker. Dit zijn, ik denk dat het huisgemaakte tortilla chips zijn met cacao. Eet smakelijk, Olivia. Dit is Olivia haar lievelingshapje. Hoe heet het ook alweer? Bacalhau. Pastijs de bacalhau. En Kay is er natuurlijk ook weer van de partij. Echt aan het genieten. Ik ben weer thuis. En we gaan denk ik even voetbal kijken. Ajax is nu op tv. En we hebben Olivia naar bed gebracht. Het is 9 uur. En die is natuurlijk nog super licht buiten. Wil jij nog Ajax kijken, Sander? Ja. Sander en ik zijn allebei echt super moe. Waarvan zouden we zo moe zijn? Denk jij? Nou, misschien omdat ik 4 dagen geleden in Hongkong was. Toen naar Londen ging en morgen naar Miami ga. Ja. Zou kunnen, toch? Wel leuk dat jullie zoveel leuke reacties hebben gekregen. Op wat? Op de vlogs. Heb je dat? Ja. Ah, cool. Ik kreeg net ook weer een comment. Trouwens had ik niet tegen jou verteld. Ik kreeg net een comment van iemand. Die zei het is zo grappig hoe erg Sander op zijn broer lijkt. Want Jasper is mijn oude mentor. En hoe ze doen, hoe ze praten, die lach, alles is hetzelfde. Ah, ja. Leuk hè? Ja, lief. Dat vond ik leuk. Sander is broers leraar. En ik kreeg best wel vaak comments van mensen. Waarvan hij of de mentor is of leraars geweest of zo, super grappig. Maar Sander en Jasper lijken inderdaad wel op elkaar. Ja, maar hij is alleen maar... Hij is knapper. Dat zeg jij altijd. Ik hoop dat hij deze vlog ziet. Anyways, we gaan kijken waar we voetbal kunnen kijken. Kan je dat hier kijken? Deze website? Want het is ook begonnen. En ik zou nog even unboxen. Oh ja, maar dat heb ik dus nog niet gedaan. Dat doe ik morgenochtend nog wel eventjes. Dus dat was het. Good morning. Het is vrijdagochtend 9 uur. En ik heb Olivia net naar de crash gebracht. Het is zo slecht weer vandaag. Het is echt, het regent echt als een gek. En ik ben dus morgen jarig.
Dus ik wilde eigenlijk voor Instagram een leuke foto maken vandaag. Maar ik denk dat ik dat maar binnen hier of ergens ga doen. Anyways, ik zal nog even laten zien wat ik gisteren voor pakketjes had gehad. Oh, dit heb ik gisteren ook gehad. En dat had Sander gepakt. Een doos met chocolaatjes. Alvast voor moederdag. En ja. Oké, dus ik heb gisteren gekregen dit superleuke pak. Het is een jumpsuit van Fabienne Chapeau. Echt superleuk. Ze heeft sowieso allemaal hele leuke kleding. Dus met een hele leuke riem of zo, gouden riem. Is dit denk ik wel heel leuk. En ik heb van Sisley. Oh, dit is trouwens niet van Sisley. Heb ik een nieuw... Echt, ik ben zo fan van deze producten. Deze had ik vorige week volgens mij al laten zien. Die Black Rose Face Oil. Die gebruik ik nu elke dag. Die is echt top. En een masker en een crème. En dit zijn denk ik die chocolades waar een lint omheen zat. Wat Sander. Oh, even kijken hoe gaat dit open. Ja, oh, kijk jongens. Er missen er twee. Driemaal raden wie dat gedaan heeft. Ik ga er denk ik zo ook één eten. Chocolaatjes voor moederdag van Bulgari. En ik heb 3 parfummetjes van Bulgari gekregen. Dus ik ga er denk ik even één uitpakken. Want ik wil weten hoe het flesje eruit ziet. Deze 3. En ik heb van Vogue dit gekregen. En de nieuwe Vogue. En een heel leuk streepshirt. Maar die kan ik even niet vinden. En dit is van Plenetal. Ik denk dat het een giftcard is. Maar I love Plenetal. Kijk, zo zien die Bulgari flesjes eruit. Echt leuk. Ik heb dat gouden dingetje waar al mijn parfum op staat. Dus die ga ik er zo eventjes bij zetten. Want ik denk dat die in alle kleurtjes dan zo zijn. Een gouden en een beige. Super cute. Oké, guys. En... ik kreeg dus net dit binnen. Dat wilde ik echt even laten zien. Gaan jullie dood van excitement. Dit gele shirt moet ik echt hebben. Al deze pastelkleuren. Dit komt dus, even kijken, deze vlog komt zondag online. Ik denk dat dit al te koop is. Ja, ik ga linkjes hieronder posten. Als het überhaupt nog te koop is. Want ik denk dat het meteen is uitverkocht binnen 1 seconde. Ik wil echt dit. Ik wil ze gewoon in alle kleuren hebben. Ik krijg nu dit jasje. Dit is allemaal zo vet. Dit roze jasje. Het is allemaal denim. En dan roze denim. Zo super nice. Die lichtgele is ook zo mooi. Ja. En ik ga de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga me snel opmaken. Want ik heb een dag met afspraken en een nieuwe vlog beginnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Fijne moederdag voor iedereen. Want het is moederdag. Voor je moeder of jezelf. Als je moeder bent. Of wie dan ook. Ik hoop dat jullie een fijne dag allemaal hebben. En ik zie jullie woensdag weer.